Hallo allemaal, vandaag gaan we eens kijken hoe we breuken kunnen vermenigvuldigen en delen. We beginnen met het vermenigvuldigen van breuken en we kijken naar ons stappenplan. De eerste stap is altijd om te kijken wat het teken van onze oplossing gaat zijn. Hoe deden we dat nu weer al? Als ik een even aantal minuutjes heb, bijvoorbeeld 0 minuutjes of 2 minuutjes, dan is mijn oplossing altijd positief. Heb ik een oneven aantal minuutjes, bijvoorbeeld 1 minuutje of 3 minuutjes, dan is mijn oplossing altijd negatief. Dan gaan we kijken of we de breuken kunnen vereenvoudigen. En bij het vermenigvuldigen van breuken mogen we ook schuin vereenvoudigen, maar we mogen alleen vereenvoudigen met iets uit de teller en iets uit de noemer. Nooit twee tellers bij elkaar of twee noemers bij elkaar. Maar dat gaan we zelfs in de voorbeeldjes nog wel zien. En dan als laatste gaan we beide tellers met elkaar vermenigvuldigen en beide noemers met elkaar vermenigvuldigen. En dan hebben we onze oplossing. We kijken naar een eerste voorbeeldje. Onze eerste stap is altijd om het teken te bepalen. We gaan kijken hoeveel minnetjes er zijn. Ik zie 0 minnetjes. Geen enkel minnetje wil zeggen, mijn oplossing zal sowieso positief zijn. Dan ga ik vereenvoudigen. Ik begin bij mijn eerste breuk. Mijn teller is 5 en mijn noemer is 4. 5 en 4 kan ik niet delen door eenzelfde getal, dus dat kan ik niet vereenvoudigen. Maar zoals gezegd, mag ik bij de breuken ook schuin vereenvoudigen. Dus ik ga ook eens kijken, 5 en 9 kan ik die misschien vereenvoudigen, maar 5 en 9 kan ik ook niet delen door eenzelfde getal, dus die kan ik ook niet vereenvoudigen. Ga ik eens kijken naar mijn andere teller, 3. 3 en 4, kan ik die vereenvoudigen? Nee, kan ik niet delen door eenzelfde getal. En tenslotte 3 en 9, die kan ik wel vereenvoudigen, want 3 en 9 kan ik beide delen door 3. 3 gedeeld door 3 wordt 1, en 9 delen door 3 wordt 3. Dan blijft er nog maar 1 stapje over. Dat is de tellers en de noemers vermenigvuldigen. Teller maal teller 5 maal 1 is 5. Noemer maal noemer 4 maal 3 is 12. En krijg ik als oplossing 5-12, want het plusje dat weten we, dat hoeven we niet te schrijven. We gaan verder met voorbeeld 2. Stap 1 is bepaal het teken. We gaan eens kijken hoeveel minnetjes zijn er. Ik zie hier 1 minnetje. 1 is een oneven getal, dus mijn oplossing is sowieso negatief. Dan ga ik verder met stap 2, de breuken vereenvoudigen. We nemen onze eerste teller, 2 en noemer 5. Kan ik 2 en 5 delen door eenzelfde getal? Nee, dus die kan ik niet vereenvoudigen. Dan neem ik mijn tweede noemer eens. 2 en 8 kan ik die delen door eenzelfde getal. Ja, 2 en 8 kan ik beide delen door 2. 2 gedeeld door 2 wordt 1. En 8 gedeeld door 2 wordt 4. 15 dan, mijn tweede teller met een noemer 5. Kan ik die delen door eenzelfde getal? Ja, 15 en 5 kan ik beide delen door 5. Vijf. 15 gedeeld door 5 wordt 3. En 5 gedeeld door 5 wordt 1. Dan heb ik mijn breuken zo ver mogelijk vereenvoudigd. En ga ik naar de laatste stap. De tellers vermenigvuldigen en de noemers vermenigvuldigen. Teller maal teller, 1 maal 3 wordt 3. En noemer maal noemer, 1 maal 4 wordt 4. En dan heb ik mijn oplossing min 3 vierde. Oké, okay, dat was het voor breuken vermenigvuldigen. Dan gaan we nu eens kijken hoe we dan breuken moeten delen. En gelukkig voor jullie lijkt dat heel hard op vermenigvuldigen. Onze eerste stap is nog altijd bepaal het teken. Dus we gaan weer al het aantal minnetjes stellen. Heb ik een even aantal minnetjes? Heb ik 0 of 2 minnetjes of 4 minnetjes? Dan wordt mijn oplossing altijd positief. Heb ik een oneven aantal minuutjes, heb ik 1 minuutje of 3 minuutjes, dan wordt mijn oplossing altijd negatief. Als tweede stap, heel belangrijk, is we gaan ons deelteken gewoon veranderen in een maalteken. Dus in plaats van te delen, gaan we gewoon vermenigvuldigen. Maar dan moeten we wel het omgekeerde nemen van onze tweede breuk. Dus we gaan van delen. Naar vermenigvuldigen en we wisselen onze tweede breuk om we nemen het omgekeerde. Dan gaan we opnieuw vereenvoudigen zoals we deden bij het vermenigvuldigen en dan gaan we onze tellers met elkaar vermenigvuldigen en onze noemers met elkaar vermenigvuldigen. Maar wat bedoelen we nu juist met we nemen het omgekeerde van de tweede breuk? We gaan eens eventjes kijken wat het omgekeerde van Een breuk is en dat is eigenlijk heel logisch. Het woordje zegt het zelf. Als ik bijvoorbeeld 3 vijfden heb, als ik daar het omgekeerde van wil nemen, dan wordt dat de breuk 5 derde. Wat moet ik dus doen om het omgekeerde van een breuk te nemen? Dat is gewoon de teller en de noemer van plaats wisselen. Dus het getalletje dat bovenaan in de breuk stond. Komt onderaan in de nieuwe breuk. En het getalletje dat onderaan in de eerste breuk stond, komt bovenaan in onze nieuwe breuk. Dus we wisselen gewoon teller en noemer van plaats. We gaan nog eens kijken naar een voorbeeldje min 7 achtste. Ik wissel mijn 7 en mijn 8 van plaats. Teller en noemer wisselen om. En ik krijg min 8 zevende. Dus je ziet aan het teken gebeurt er niks. Hè? Dus het omgekeerde. Wil niet zeggen dat je van een negatieve naar een positieve breuk gaat of omgekeerd. Alleen de teller en de noemer die wisselen van plaats en het minnetje blijft gewoon staan. Dan kan ik bijvoorbeeld ook het omgekeerde nemen van 4, maar nu heb ik een probleem, want dat is een getal, dat is geen breuk, dat heeft geen noemer. Maar we weten van vorige week al dat we dan altijd noemer. 1 hebben. dus als ik daar eventjes noemer 1 onder zet, kan ik wel teller en noemer gaan omwisselen en krijg ik 1 vierde, dus het omgekeerde van 4 is 1 vierde. En als tenslotte nog een laatste voorbeeldje: min 1 zesde, we gaan weer teller en noemer van plaats wisselen. Het minnetje blijft gewoon staan, dus krijg ik min 6 eerste. En min 6 eerste, dat weten we, is gewoon hetzelfde als min 6. Die noemer 1 moeten we niet schrijven. Oké, okay, nu we weten wat het omgekeerde van een breuk is, gaan we eens kijken naar een paar voorbeeldjes over hoe we breuken moeten delen. Onze stap 1 is nog altijd hetzelfde. We gaan kijken wat het teken van onze oplossing is. Ik ga eens tellen hoeveel minnetjes er zijn. Ik zie 1, 2 minnetjes. 2 is een even getal, dat wil zeggen dat mijn oplossing positief wordt. Dan ga ik naar stap 2. Ik ga van mijn deling een vermenigvuldiging maken. Het is dus heel belangrijk dat we nog niet gaan vereenvoudigen voor we het omgekeerde hebben genomen van onze breuk, want anders klopt dat niet meer. Dus altijd eerst van delen naar vermenigvuldigen gaan. Mijn eerste breuk blijft hetzelfde, daar moet ik niks aan doen. Dan ga ik van delen naar vermenigvuldigen en van mijn tweede breuk moet ik het omgekeerde nemen. Dus 9 achtste wordt 8 negende. En de tekens die mogen we al weglaten, want die hebben we al gebruikt. We hebben al gezegd 2 minnetjes wordt positief. Dus die minnetjes die hoeven we niet meer te schrijven. Dan kan ik naar stap 3 gaan, de breuken vereenvoudigen. Dus nu doe ik juist hetzelfde als daar straks, want ik heb terug een vermenigvuldiging van twee breuken. Ik neem mijn eerste teller 3. Eens kijken, kan ik die vereenvoudigen met nummer 4. 3 en 4 kan ik niet delen door eenzelfde getal, dus dat gaat niet. Misschien met nummer 9. 3 en 9 kan ik beide delen door 3. Als ik 3 deel door 3, krijg ik 1. En als ik 9 deel door 3, krijg ik 3. Dan heb ik nog een tweede teller. 8 kan ik 8 misschien vereenvoudigen met noemer 4. 8 en 4 kan ik beide delen door 4. 8 gedeeld door 4 wordt 2. En 4 gedeeld door 4 wordt 1. En dan moet ik als laatste nog de tellers met elkaar vermenigvuldigen. En de noemers met elkaar vermenigvuldigen. 1 maal 2 wordt 2. En 1 maal 3 wordt 3. En dan krijg ik plus 2 derde... Of gewoon 2 derde, want plus hoeven we niet te schrijven. Laatste voorbeeldje: 5 achtste gedeeld door min 2. Stap 1, we bepalen weer het teken. Ik ga tellen hoeveel minnetjes er zijn. Ik heb 1 minnetje, dus mijn oplossing wordt sowieso negatief. Dan ga ik naar stap 2, vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk. 5 achtste blijft hetzelfde. Van delen maak ik vermenigvuldigen en dan moet ik mijn tweede breuk gaan omdraaien. Maar we zien dat we daar weer een getal hebben en geen breuk. Hoe moesten we dat nu weer al doen? 2 is hetzelfde als 2 eerst, dus als ik daar eventjes noemer 1 onder zet, kan ik mijn teller en noemer gaan omwisselen en krijg ik 1 tweede. En het minnetje hoef ik niet meer te schrijven, want het teken heb ik al bepaald, dat heb ik al vooraan geschreven. Dan kan ik naar stap 3. We gaan de breuken vereenvoudigen. Teller 5 en noemer 8. Kan ik die delen door eenzelfde getal? Nee. Misschien teller 5 en noemer 2? Nee, kan ik ook niet delen door eenzelfde getal. Teller 1 en noemer 8. Kan ik ook niet delen door eenzelfde getal. En teller 1 en noemer 2. Kan ik ook niet delen door eenzelfde getal. Dat wil zeggen dat ik niet kan vereenvoudigen en dat ik meteen naar de volgende stap mag gaan. Dat is tellers en noemers vermenigvuldigen. Het minnetje schrijf ik over, want mijn oplossing was negatief. 5 x 1 wordt 5. En noemer maal noemer, 8 x 2 wordt 16. En ik krijg min 5 zestiende. Veel succes!